leuk dat jullie allemaal weer kijken. Mijn naam is Deen, voor degenen die het nog niet wisten. Het is vandaag zaterdag. We zijn nu in Utrecht. Ik kom met het idee om even frisse nieuwe patas te halen. Ik heb al een bepaalde sneaker in gedachten. Ga ik zo meteen laten zien, ga ik nog niet verklappen. Ik ben nu met Manon. Ik zie je achter me. En, het is vies weer, maar ja. Hoogkaterijn is overdekt. Gedeelte is ook buiten. Paraplu kopen, dan moet het goed komen. We lopen nu in de Intertoys. Ik wilde niet voor speed voor de PlayStation halen. Ja. Monon zei meteen ja, ik wil ook spelen. Lekker racen. Dus ik weet niet of ze het hier al hebben. Even checken, nee, niet voor speed. Volgens mij nog niet eens. Ja, ik zie hem al. Niet voor speed. Zullen we gelijk halen? Je kan het niet eens spelen, jij. Wel, we hebben 2 joysticks. Ja, maar je kan het niet. Zomaar, ik kan het niet. Ik kan wel niet verstaan. Vrouwen achter het stuur. We gaan het straks zien. Die gaat winnen, oké? Okay? Lijkt haar dan, anders dan is hij straks weg. Ja, dat is wel de laatste. Wie verstaan? Ja. Nu ben je blij. Seks, als ik de eerste pot al heb gewonnen, dan wil je niet meer. Ja? I bet I will. Wat dacht je dat hij erin zat? Dat dacht ik, ja. Lang niet bij de internet gegeven. Domstad, waar is het dom geworden? Sjouwstad toch? Utrecht? Daarachter. Oké. Even checken. Winkel heet Bottega. Wat was het? Bottega Tendenza. Ja, zoiets. En dan ga ik even checken voor Balenciaga's. Kijken wat voor kleuren ze hebben. Toch? Ja. Ik ben verslaafd aan schoenen. Ik heb het van mijn moeder, denk ik. Moet wel, pas wel. Hij heeft ze hoor. Ben je blij? Ik ben blij. Een blije jongen. Als iets op je lijstje staat, moet je het gewoon snel halen, anders dan baal je. Ja, je werkt er hard voor. Goed zo. Buy hard. Nee, dat is ook niet de bedoeling, maar je mag jezelf af en toe wel verwennen als je hard werkt. Dat wilde ik zeggen, ja. Goed zo, Moppie. Leuke schoenen. Vrouw in de Mac Store. Fire Goblin voor mij. Mama staat hier al een half uur. Ik zit hier krap, benauwd. Om me heen aan het staren. Het zal nog wel even duren. Of niet? Nee, het is de laatste. Laatste? Hallo? Oké, beter. Manon is eindelijk klaar uit de Mac Store. Finally. Ik hield het niet meer vol daarop. Lipstick heeft ze gehaald. Nu wil ze een paar broeken halen. Even checken. Sarah, wil je kijken? Ja, als ze daar mooie broeken hebben. Ik hoop het voor je. Natuurlijk gaan we ook naar de mannenafdeling voor mij. Yes, sir. Ja, dat. Ja, hè? Kijken of er nog wat leuks is. En ja hoor, mijn vrouwtje is aan het passen. En ik zit hier, knus, gezellig, warm, in het pashok. Ja. Dat ben ik toch ook geduldig. Zolang ik lekker kan zitten, denk het best. Dan is eindelijk geslaagd. Eindelijk. Het is uitgeshopt. Ja toch? Ja, ik heb zeg maar precies de 2 dingen gevonden die ik nodig had. Nodig? Het laatste moment. Nodig? Ja, ik had echt gewoon serieus spijkerbroeken nodig. Want die voor mij waren allemaal of te klein of ze zijn gaan lubberen. Ik was begin van de dag al geslaagd met mijn nieuwe patas. Dus mijn dag kan niet meer stikken. Even snel wat eten, ik heb best wel trek. Ik ook. Ja. Hey, even serieus een domme actie van mij. Heel ik had dus net die patas gekocht. Ik dacht dat ze zwart waren. Ik keek net in het licht, waren ze donkerblauw. Ik liep net nog langs een andere winkel, zag ik blauw en zwart naast elkaar. Dacht, hè? Ik heb gewoon een blauwe man. Het is nu 4:15. 5:00 gaan de winkels volgens mij dicht hier al. Dus ik heb ze snel teruggebracht. En ik ga nu snel de juiste patas halen. Maar het erge was, eigenlijk mocht hij niet eens zijn geld terugkrijgen bij die winkel. Maar omdat het dus een misverstand was, mag het nu wel. Mocht het wel, maar je hebt echt geluk gehad. Ik heb echt geluk gehad, dus ik ga nu snel de juiste patas halen. We zitten nu eindelijk, na een lange dag, best wel vermoeid, shoppen. Het is leuk, maar ook zwaar tegelijk. 3 keer raden waar we nu zitten om te gaan eten. Je lacht al. Jazeker, Laplace. Altijd lekkere friet met een salam. Manon ook. Altijd de same old thing. Het was maar toch een dagje. Gezellig hoor. Ja, gezellig, druk, vermoeid. Nu nog naar huis rijden. Oh ja. Even goede pokoe zetten. Chat maar, een beetje sorry. Spijt me. Let's go. Ai, ai, ai.
maar komen. Laat maar komen. En we zijn weer thuis. Heerlijk om thuis te komen na een lange dag. Ik ga mijn patas laten zien. Maar Balenciaga's zwart. En de kleur is een beetje zwart met witte kreukelachtige stof. En ik vind ze tof. Ik ben er blij mee. Tranquilo. Chillings. Ik hoor een mouw, maar... Oh, dat is cancel. Kom dan, kom. Kom binnen. Hey. Waar is hij? Ik hoor cancel miauw, maar... Ik weet niet waar hij is. Een stoppetje aan het spelen. Mijn man gaat zo naar de vriendinnen toe. Dus of ik ga even gamen. Of een film opzetten. Even kijken. Man is dus even weg bij de vriendinnen. Gaan chillen daar al. En ik ben solo thuis samen met Kenzo hier al. Er is niks op tv. Shit op tv. Ik ben te lui om te gaan gamen. Ik heb nergens zin in. Aanrecht is rommelig. Dus ik ga even de vaart doen. Dat wanneer iemand dan thuis komt, dat ze, hey, je hebt niet stil gezeten. Kenzo? Wat ben je aan het doen? Samsa? Wat zou je doen? Chillings met Kenzo. Twee mans leger. Box. Ai. Fire lobby. Fucked up. Ik wilde gaan gamen, maar mijn internetverbinding was fire. Hij deed het niet. Dus ik ben de hele avond ben ik bezig geweest om het te gaan fixen. Nu is het gefixt, maar het is 1 uur 's avonds, 's nachts. En ik ben kapot, dus gamen gaat hem niet meer worden. Wordt volgende week dan maar. Maar voor nu, fire. Ik ga slapen. Bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie weer de volgende keer. Ciao, ciao. Trucker is real. Scheiße!